Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. Een stukje historie van de mobiele telefoon. De tekst is deels geschreven, deels geïmproviseerd. Ik had zelf mijn eerste mobiele telefoon, mijn eerste GSM, in 1997 of 98. Ik moet nu zeggen dat ik even twijfel, maar het was wel in die tijd. Duur toen nog met een abonnement. En je moest je paspoort meenemen. Later kon je gewoon een simkaart krijgen. Het openbaar landelijk net, voor wie zich dat nog herinnert, voor de zendamateurs, dat was op 85 megahertz. Het was simplex, het was een mobiele foonnet. En mensen zeiden aan de telefoon ook over. Het was eigenlijk wel een voorloper van de mobiele telefoons. Het was een landelijk dekkend netwerk vanaf 1951. En er werden 35 vaste opstelpunten gebruikt voor die landelijke dekking. Het netwerk werd beheerd door PTT. En bijzonder is dat een deel ervan tijdens de watersnoodramp bleef werken. En dat daar goed gebruik van is gemaakt tijdens het reddingswerk. Dit netwerk, het werd bijvoorbeeld gebruikt door sommige huisartsen, werkte van 1949 tot 1986. Het systeem werkte, zoals de telefoon vroeger, ook met een telefoniste die de gebruiker doorverbond. De gesprekken net onder de frequenties van de hoofdbureaus van het mobielefoonverkeer van de politie, onderaan de FM-band, kon gewoon worden afgeluisterd door bijvoorbeeld je radio intern te verstemmen of in later jaren op een politiescanner. Semafoons net boven de politiefrequenties, net onder de laagste frequentie van de FM-band. Ik heb de jaartallen daar niet van uitgezocht, maar dat overlapt enigszins dat mobiele foonnet. De gebruiker die kreeg bij zo'n semafoon enkele lichtjes te zien, afhankelijk van wat de beller vooraf had gekozen bij het draaien van het nummer. En over die lichtjes konden afspraken worden gemaakt wat zo'n lichtje of een combinatie daarvan betekende. Dit was een voorloper van de latere populaire pagers die daadwerkelijk tekstberichten konden doorgeven. Beide systemen, de semafoon en de mobiele foonnet, waren erg duur. Ze waren vooral voor beroepsdoeleinden in gebruik. De semafoons werden gebruikt door onder andere monteurs en ook door artsen die oproepdienst hadden. Het waren zware apparaten, vooral in de jaren 60, die aan een handgreep vervoerden, met name in het begin. De eerste zogenaamde autotelefoons kwamen vanaf maart 1980, toen het ATF1-netwerk in gebruik werd genomen. Dit waren grote apparaten ook, waarbij het zendgedeelte vaak in de kofferbak werd gemonteerd en een bedieningsconsole bij de bestuurder. Dit systeem werkte in de 150 MHz band, een band waar bijvoorbeeld ook taxis in die tijd communiceerden. Wikipedia schrijft over dit netwerk. In Oostenrijk, Luxemburg en West-Duitsland was het systeem al eerder in gebruik en het Nederlandse telefoonbedrijf maakte dan ook gebruik van de Oostenrijkse ervaringen. Dat viel tegen. Het bleek dat de Nederlandse gebruikers veel spraakzamer waren dan de Oostenrijkers, waardoor het systeem spoedig overbelast was. Ja, in het begin waren er drie regio's die elk hun eigen netwerknummer hadden. 02931, 02932 en 02933. Later werden die nummers vervangen door nummers met 06. Maar die indeling van regionale netwerken die bleef. Bij dit netwerk moest je dus weten in welk gedeelte van het land zich de persoon bevond die je wilde bellen. Want dat voorkeuzenummer moest je gebruiken. In 1985 ging ATF2 van start. Dat was een netwerk in de 450 MHz band in de UHF. Het systeem had aanvankelijk ruimte voor 15.000 abonnees. Later werd het uitgebreid naar 32.000. Die uitbreiding was mogelijk door zowel het aantal kanalen in de ether te vergroten als het aantal opstelpunten, het aantal antennes met zenders, de zogenaamde celgrootte. Het netwerk ATF3 ging vervolgens van start in 1989. Dat werkte in een band 900 MHz die eigenlijk bestemd was voor digitale autotelefonie of zelfs mobiele telefonie zoals we dat nu kennen. Maar op het moment van de invoering was dat in Nederland nog niet beschikbaar. Dat wil zeggen die digitale mobiele telefoons. Het aantal basisstations bij dit netwerk was veel groter dan bij ATF2. Daardoor kon het zendvermogen worden verlaagd en konden frequenties op meer plekken worden hergebruikt. ATF2 en ATF3 konden beide nog gewoon met een scanner worden afgeluisterd. Informatie die niet altijd even duidelijk door de beheerder van die netwerken, PTT, aan de gebruikers werd doorgegeven. Ik heb daarnaast zelf in de handleiding voor het ATF2-netwerk in de tijd zien staan dat het netwerk niet bedoeld was om rijdend te bellen. De beller werd geadviseerd om een parkeerplaats op te zoeken en daar zijn gesprek te voeren. Mogelijk had dat een juridische reden, bijvoorbeeld verkeersveiligheid. De naam ATF4 bestaat officieel niet, maar hij werd door PTT wel gebruikt om de introductie van digitale mobiele telefoons, GSM's zoals het toen gebruikte systeem heette, aan te duiden. De GSM-toestellen waren geen grote vast in de auto gemonteerde toestellen meer. Alhoewel de eerste toestellen tegenwoordig associaties met koelkasten oproepen, waren dit de eerste echt draagbare telefoons. Helemaal klopt dit niet. Een aantal van de latere apparaten van ATF2 en ATF3 kon je ook uit de auto halen en op een accu gebruiken. Bepaald klein en handzaam was dat overigens niet. In tegenstelling tot de netwerken daarvoor kon GSM niet, of in elk geval niet, makkelijk worden afgeluisterd. Aan de autotelefoonnetwerken kwam begin jaren 90 een einde nadat in 1994 GSM werd ingevoerd.
ATF-1, het eerste autotelefoonnetwerk, werd vervolgens opgeheven in 1995 en ATF-2 en ATF-3 in 1999. De frequenties van ATF-1 zijn sinds 1 januari 2005 in gebruik bij Kerkradio. 30 Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. En denk eraan, als je gaat solderen, dat je gaat solderen. 30 Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op de middengolfzender Radio Theepot, die uitzendt vanuit Gasselte-Nijveen op 918 kHz.